omgeving. Ik weet wel waarom dat gebeurt. Puur maar door je moment. Ja. En hij liep. Nee, die moet nu wel zeggen. Hij liep, hij raakt gewoon door. Dus hij, bang! Maar ik stop daar mijn beweging om te kijken waar ik sta. Hè. Ik begin om te bestuderen. Kijk waar. In het begin. Deden we best wel vaak. Hè. De buurzen zijn zo'n dynamische beweging. Ja. Die doe je in vrije stapjes of zo. Om je positie te studeren. Maar aan de hand moet dat één worden. Dus je moet die dode momenten moet je eruit halen. Dat is lastig. Hè. Kijk, als je iets gaat instuderen. En zijn momentjes, hè? Dan maak ik die korte gaas nu, dan maak ik weer een vrije stap of zo. Met één woord. Ja, in het begin is dat zo aangereikt geworden en de hand moet je dat loslaten.